Hi mama, heb ik een cadeau voor jou? Wasmeisje. Even weg? Nee. Mama, ik moet weg. Nee, nee, nee. Ga je nog plezier. Mag ik even zeggen? Blijf eens heel even hier. Allee, weg. Wat moet ik doen voor jou? Goed. Voilà. Kijk! Hallo! Hier zijn we. Hopelijk hebben jullie geluid. Even zien. Staat geluid op? Voilà. Goed. Ik ben Stefanie en deze is... Julie. En Julie, die gaat mij vandaag helpen met een aantal oefeningen voor jullie voor te doen. Het is een tweedelige les. Het eerste deel zijn een aantal oefeningen die dat je kan doen met je kids of in samenwerking met je kids. Dat kan je eigenlijk zelf volledig kiezen. Vooral belangrijk om te weten, het is niet de bedoeling dat de kindjes het perfect doen. Vooral dat ze gewoon meesporten en dat jij ook tijd vindt voor jou om te sporten. Dus het maakt niet uit of dat ze het juist doen of niet. Vooral dat jij je geamuseert met je kids en dat vooral je kids je ook amuseren. Dus eerst gaan we starten met een aantal oefeningetjes. En aan die gaan wij... Dansen! Nee, we gaan een struitje aanhouden. Goed. We gaan starten met squats. Dan mag je kiezen of er wel doe je samen alle twee. Maar als je zo een kleintje hebt, zoals ik nog, dan kunnen die heel gemakkelijk vastpakken als we extra gewicht. Goed. Kom, we gaan starten. Dus de eerste oefening. Gepakt. Puur lieve schat, pak je goed vast. Je mag kiezen op je buik of op je rug. En dan ga je hier eerst 10 keer squatten. 2, 3... Zak ook goed diep. 3, 4, 5. En hoeveel zitten we? 6, 7, 8, 9 en 10. Yes. Als je 10 squatjes hebt gedaan, laat je kindje in aapjesstijl naar je rug klimmen. Moest het zijn als je een babytje hebt, kun je dat gerust in een draagzak steken op je buik. En anders als ze formaat groter zijn, dan laten ze gewoon de oefeningen meedoen. Dus nu gaan we lunges doen. Je stapt voor en terug achteruit. Je kunt ze ook altijd op je buik laten hangen. Maar vanaf het moment dat ze een beetje te groot zijn, zit dat wel in de weg als je naar voren stapt. En je zakt naar beneden. Voilà. En dan zie je mijn man een meter maat kleiner. Dan gaat dat nog wel. Voilà. 10 stuks elke kant. Dan zijn de benen stevig. Als je merkt dat de kindjes geen goesting hebben om de oefeningen te doen, dat is niet erg. Dan doen ze gewoon. Het zijn allemaal oefeningen die je perfect ook zonder kindjes kunt doen. Of eventueel met je partner samen. Is leuk. Zo. En degene. Yes, voilà. Dat waren de 10 aan elke kant. Dan mogen we de aapjes neerzetten. Nu ben ik met een andere kant zoeken. Bij de volgende... Je mocht altijd iets op de grond leggen dat je gemakkelijk ligt. Ik ga zitten. Lieke, kom jij mama's voeten staan? Nee, er niet op, ernaast. Zo. En dan gaan we high five geven. Yes, voilà. Je gaat naar beneden. Niet helemaal plat tot op de grond. Net schouderbladen er vanaf. Dus iets veiliger voor de rug. 3, 4, 5. Als ze iets ouder zijn, kunnen ze de perfecte oefening meedoen. Dan kan je alle twee een sit-up doen. En dan geef je high five als ze boven zijn. Goed, meid. Aan hoeveel zitten we? Oh, met 2. Voilà. Dus je ziet, ik heb altijd een strenge patroon. Die laat mij er een paar extra doen. 6. Hoeveel? 7. 8. 9. En de laatste. Yes. Goed gedaan. Goed. Nu als ze dan voor u staan, dan kunnen ze eventueel uw eigen ook omdraaien voor de onderste buikspieren. Ze blijven gewoon staan. Je gaat liggen. Handjes naar voren.
Met gestrekte benen breng je ze naar boven en dan moeten ze gaan tikken. Tik je de voeten? Yes. 1. Tik de voeten. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Goed zo. Goed, meid. 9. En? Ja, goed zo. Goed. En dan nog één laatste oefening. Dat is de plank. En daar kan je het heel leuk bij gaan maken. Volledig op je eigen niveau ook altijd. Hè? Goed. Ga staan. En nu wordt het leuk. Janieke, kruip er maar onderdoor. Ja, kruip er onderdoor. En dan ga je naar beneden. Zie dat je voeten open staan. Spring maar over de benen. Goed zo, nog eens. Ja, en dan ga je terug naar boven, eronderdoor. En dan zijn ze nog weer al bezig, hè. Zak je terug naar beneden, springen. Eventueel kunnen ze hier nog stappen. Woep! Voilà. Onderdoor. Alsjeblieft kan je zo 10 stuks doen. Nog één keer erover springen. Afstappen. Goed, meid. Yes. Kom er maar op zitten. Dat kan ook altijd. Eventueel de knieën plaatsen. Als je voelt dat het wel zwaar is. Kan ook altijd. Tel je mee tot 10, Julie? Ja. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Goed gedaan, meid. Voilà. Goed. Dan zie je dat dat zo'n aantal oefeningetjes zijn die je samen kan doen. Moest het zijn als de kindjes niet zo'n dansmarietjes zijn of dansjongens, dan zie je dat dat ook gaat. Goed, Julie? Klaar om te dansen? Ja. Yes. Want zo zet ik mijn nieuwste weg af. Ja. Goed. We gaan nog eens een dansje zetten, hè. Ik ga dat doen. We gaan ons eerst goed uittrekken. En dan naar de ene kant. Dan naar de andere kant. Goed zo. Langs naar boven. Naar beneden. En dan gaan we beginnen stappen, hè. We gaan één één stappen. Twee keer naar rechts. Is dat zoals kebab of vlog? Eén keer. Ja, dan twee keer. Eén keer. Twee keer. Zolang het je nek maar amuseren, dat is het belangrijkste. Je nek. Ben je klaar om te lopen? Spring achteruit en naar voren. Even rusten. Lopen. Links en rechts. En dan gaan we terug stappen. Twee keer. Drie en hè. Met de voet schudden mag ook altijd, hè. Drie opzij. Goed, hè. Twee keer. Nog eens één, hè. Heel simpele dansjes. Gewoon dat je je geamuseerd samen. Laat de katten een eigen inbreng brengen. Nek. Ben je klaar om te lopen? Naar achter. En naar boven. En rusten. Even rusten.
En is daar een andere kant. Naar boven. En steek de grond. Wie kan de grond tikken? Probeer elkaar stenen te tikken. En twee. Wees in, in. Twee op zij. Je nek. Ben je klaar om te lopen? Dan gaan we naar achteruit en naar boven. Even rusten en naar weg eens. Oh yes! Naar achteruit en naar boven. Links en rechts. Amai, ik heb het er wel bij jij ook. Al een beetje, hè? Hoe bezig? Hè? Oh. Hier ga je openstappen. Als je dit hoort. Je stapt open. En nu gaan we de dieren nadoen. Hallo! De olifant! De slang. Hebben de leeuw! De olifant! Ja, de slang! Ze mogen ook gewoon springen. Laat ze maar doen. Het belangrijkste is dat ze bewegen. En daar is de leeuw. De olifant. De pinguïn. En de adelaar. Hebben ze weg. Opnieuw, waar is de leeuw? Olifant. Dan zie je heel veel herhaling. En weer opnieuw de leeuw. De olifant. Waar is je leeuw? Waar is je leeuw? Olifant? Ratelslang. Marco gaat het tijd om te spelen. Opnieuw, de leeuw. En de kangaroo. Ah, Julie, kan je maar weer doen? Aha.
Deze is ook weer een hele gemakkelijke. Stap 1, 1. Twee keer. Meer als dit wordt hem niet. Handen klappen. Voeten. En shaken. Nog eens, klap je handen. Stappen met je voeten. Terug 1, 1. Twee keer. Handjes omhoog. Opnieuw 1, 1. Twee keer. Handjes. Voeten. Shaken. Nog eens. Laten ze allemaal ook eens met de handjes iets verzinnen. Je gaat zien hoe inventief dat ze zijn. Nog eens. Laatste keer. Handjes op. Yeah. We zijn ondertussen een paar bloemetjes checken. En kijk dan even omhoog. Ik kijk de baden. Wat zie je? Ik zie al die wolken. Er komt een vlieger voorbij. We roepen dan. En ik roep naar omhoog. Een vlieger. Sla je vleugels maar uit. Dan vliegen wij. Ben je klaar voor? En ik vlieg. Als een vlieger met zo'n sterren. Waar zijn die vogels? Hey, hoor. En hoog, hoog, hoog. En springen. Ik kom naar je toe. En nu gaan we zo doen, Janieke. Ben je klaar? Laat die vogel maar zien. Hoog. Zo. En dan naar boven. Woe. Ga. Zwemmen. Ik kom naar je toe. Neem niet uit jouw handje. Gaan we dansen? En zwemmen. En heel goed! Wat een eentje! Springen! Zwemmen!
Kom naar je toe. Hier. Ben je klaar? Ben ik los? Gaan we gek doen. Heel traag. Stuk, stuk. Laat die voetballen niet zien. Laat ze zien. Ja. Hoog tegen. Geen hoog. Ja. Springen. Jij bent heel hoog. Ik kom naar je toe. Dit is een hele speciale. Hoe dansen de meisjes? En hoe dansen de jongens in de stoel?
En de meisjes. En de jongens. En de jongens. En de jongens. Nu gaan we zachtjes naar beneden. Dus zeker heel belangrijk als je graag wilt sporten en je hebt er zo een paar zoals ik hier thuis rondlopen, maak er gewoon het beste van. Doe een keer zot samen en amuseer u en dan marcheert dat wel. Tjoe. Hou jullie goed, heel veel plezier met deze video. Doe gewoon zot, laat het heel vrijblijvend en ik zie heel graag jullie filmpjes tegemoet. Goed, bye bye!